Ik zou ook zo schuldig gaan kijken als ik jou was. Maar wat heb je gedaan? Hoi lieve onderfamilie, welkom weer bij deze nieuwe weekvlog. We gaan er hopelijk weer een hele leuke week van maken, maar het begint niet zo heel erg lekker. Ik sta hier nu op station Hollandse Rading. Ik moest naar Hilversum voor opnames van een nieuw project waar Dolly ook bij betrokken is. Wordt echt super super leuk. Ik ga dat vandaag ook lekker voor jullie vloggen. Maar echt, het treinverkeer ligt echt gewoon op zijn gat. Eerst was er een stroomstoring en nu is een of ander verdacht pakketje gevonden in Hilversum Sportpark. Dus dat betekent dat ik niet verder rijd dan Hollandse Rading. En moet ik opgehaald worden hier in Hollandse Rading, want dat kan echt uren gaan duren. Dus heeft het prima naar zin natuurlijk. Ik ben benieuwd. Uiteindelijk is het gelukkig helemaal goed gekomen met het vervoer. We hebben een lift gekregen naar Hilversum en de opnames konden beginnen. Heel gezellig waren ook heel veel andere leuke hondjes bij. Dit is namelijk voor het kanaal Vicky TV. Dat is een nieuw kanaal speciaal over hondjes en andere leuke dingetjes. En ik ga dat dus presenteren. Hele nieuwe ervaring wordt dat. En dit was mijn eerste draaidag. Leuk, lachen, ja, gezelligheid. Ja. Ja. Jee, we gaan beginnen. Ik moet alleen even kijken waar ik dit ding neer ga zetten. Oh, je gaat het ook gewoon filmen? Ja. Zo. Oh, hoi Bardo. Hey. Yo. Het is alweer de volgende dag. Gisteren, de opnames waren hartstikke leuk. Ik weet nog niet zeker of ik echt mag verklappen waar het voor was. Maar het gaat om een nieuw kanaal, wat alles te maken heeft met hondjes, zoals jullie hebben gezien. Ja, dan ga ik dus een soort van presenteren. Hartstikke leuk en grappig. Het was een leuke draaidag. Nu staat er alweer een volgende draaidag in de planning. Maar dan voor mijn eigen kanaal. En dit wordt een hele spannende. Ook dit mag ik nog helemaal niet verklappen. Dat wil ik eigenlijk pas als verrassing houden op het moment dat de video online komt. Maar ik kan wel verklappen dat het echt hilarisch gaat worden. En het heeft een soort van gesneeuwd of zo. Of gevroren. Weet jij wat het is? Ja, hoe moet je mee komen? Dit vind je leuk. Ik moet poepen of zo, maar ook weer niet. Pardon? Ga voor. Kijken. Hier buiten. Ja. Is zo bizar. Staat namelijk een bakje voor jou. Ja. Voor de rokers. Kijk wat er is gebeurd met een bakje. Oh. Dit is echt. Nee joh. Oh, gadver. Ja. Eeuw. Het is één geopend. Oh, hij ging open. Het lijkt wel pudding. Oh ja, voor duidelijkheid jongens. Ik ben niet degene die hier rookt. Ik rook echt gewoon niet. Ik heb het zelfs nooit geprobeerd. Dus dat jullie het even weten. Het potje staat hier echt voor de rokers. Toen waren we ineens alweer bij donderdag. Het gaat lekker zo jongens, dat vloggen. Nee, maar gisteren de opnames waren zo ontzettend vermoeiend. Ik was helemaal kapot aan het einde van de dag. En ik kan het niet echt vloggen, want het is echt een video die over 2 weken pas online komt. En ik wil dat echt als een grote verrassing voor jullie houden, want het is gewoon echt zoiets tofs. En nou, vind ik zelf, misschien vinden jullie het wel helemaal niks, maar ik denk dat het gewoon een hele toffe video gaat worden met Bardo. En we hebben hulp gekregen van Alwin en Saske. En ik ga nu eventjes filmen voor mijn leuk of meuk. Dus ik ga spulletjes klaarzetten. En daarna ga ik hem gelijk monteren. Want ik heb vandaag lekker een dagje vrij. Ik ga mijn spullen maar klaarzetten. Zo jongens, ik heb een productief dagje gehad. Ik ben ineens heel erg aan het hoesten. En best wel moe nu. Het is ook logisch, want het is nu al nacht. En ik hoor eigenlijk al in bed te liggen. Dus ik ga maar lekker naar bed. Morgen moet ik weer eventjes vooruit werken. Omdat ik volgende week natuurlijk naar Japan ga. Dus dit ga ik jullie even laten zien, want dit is super vet. Wacht. Ik kan mijn lichtjes lekker verstellen. Naar blauw. Geel, savannenzon, tropische schemering, ja, allemaal super leuk. Het zijn, vind ik, leuke
schemerlampjes die kun je helemaal verstellen via een app op je mobiel. En ik ben er heel blij mee. En het geeft super veel sfeer. Wow, mijn make-up. Ik ga ik maar even afhalen en tanden poetsen. En naar bed. Lekker tukkie doen. En dan zie ik jullie morgen weer. Dolly, wat heb jij gedaan? Ik zie dat je heel schuldig kijkt, maar wat heb jij gedaan? Ik zou ook zo schuldig gaan kijken als ik jou was. Maar wat heb je gedaan? Oh, damn, je weet zo goed dat je iets hebt gedaan, hè? Je voelt je zo betrapt, ik zie het aan je hoofd. Dolly? Oh, wat kijk je ongemakkelijk. Hey, wat heb je nou gedaan? Dat was niet de afspraak, hè, dat ik weg zou gaan en dat je een zakje snoepjes eenmaal op zou eten en kapot zou maken. Dat is echt niet de bedoeling. Nee. Dat is niet de bedoeling. Ik vind het bijna zielig hoe ze kijkt. Ja, kijk maar vooral weg, hè. Dolly. Dolly Stout? Wat heb jij gedaan dan? Nou jongens, ik was dus heel eventjes naar de stad. En Dolly heeft gewoon een heel zakje van die mini tasties chewy cubes opgegeten. Foei. Ah, ik kan niet boos op haar zijn. Nou, ik hoop dat ze ervan heeft genoten. Ik moet dus nu eventjes vooruit gaan werken. Ik ga vanavond of nou ja, over een paar uurtjes al uit eten in Utrecht. Dus ik heb niet heel erg veel tijd. Ik moet namelijk nog eventjes een pruikenvideo opnemen voor aankomende dinsdag. Ik ga nu eventjes aan de slag met make-up. Want ik vind het bij een pruikenvideo heel erg belangrijk dat je make-up gewoon echt super mooi zit. Zodat die pruik ook gewoon heel erg mooi uitkomt. En ik heb dus gekozen om wat bruine make-up uit te gaan proberen. Dus bruine mascara, bruine oogpotlood, bruine eyeliner. Want volgens mij staat het mij iets beter dan dat hele diepe zwart. Dus we gaan eens even zien. Er zijn serieus echt allemaal make-upjes bij die ik niet heb gekocht. Het zal allemaal wel. Ik ga mijn make-up die ik er nu op heb eventjes afhalen. En dan ga ik mijn eyeliner en alles een beetje overnieuw doen. Zo, mijn make-upjes is gedaan. Ik vind het goed gelukt zo. En ik ga nu maar snel opnemen. Want ik moet om 6 uur in Utrecht zijn. En het is nu al 4 uur. Dus ik moet echt in een uurtje die video gaan knallen. Ik hoop dat het lukt. Opnemen is gelukt. Net op het nippertje op tijd klaar. Ik moet over een kwartiertje weg naar Utrecht. En dan ben ik een kwartiertje te laat. Dus dat valt nog te overzien. Ik ben niet de enige die te laat komt. Niet echt netjes, maar hey, het moet af en toe eens kunnen. Ik ben altijd normaal wel op tijd. Maar goed, ik ga alles even opruimen. Dan laat ik Dollytje eventjes snel uit. En dan ben ik lijten. Toen zat ik weer thuis. Jullie denken vast van, nou ja, waarom heb ze niet gevlogd tijdens het eten? Nou ja, er zaten gewoon een paar mensen bij waar ik zeg maar mee naar Japan ga. Die ik nog niet heb ontmoet. En ik vond het een beetje raar om meteen mijn camera erbij te pakken. En dan te gaan vloggen. Ik bedoel, ik ga zoveel vloggen in Japan. Dus ik dacht, ik ga dat vanavond gewoon eventjes niet doen. En het is nu dus zaterdagavond. Ik ben nu net thuis. En ik baal een beetje van hoe weekvloggen de laatste tijd gaat. Want toen ik er zeg maar mee begon, ik had veel meer de neiging om mijn camera bij dingen bij te pakken. Ik vond het veel leuker. En dat vuurtje voor de weekvlogs is een beetje uit. Maar ik wil het gewoon interessanter maken. Ik vind mijn weekvlogs gewoon zelf niet zo interessant om naar te kijken. Terwijl ik wel zoiets heb van ik wil niet alleen maar video's maken waarbij jullie mij in mijn huiskamer zien. Ik wil ook dat jullie gewoon zien wat ik in het dagelijks leven doe. Dus ik blijf het ook gewoon doen. Maar ik wil gewoon kijken of ik het misschien op een andere manier moet doen. Of ik ga er eventjes over nadenken. Want dit gevoel heb ik al langer, dat weten jullie ook. Ik ga deze weekvlog in ieder geval afsluiten omdat ik zoiets heb van ja, morgen zaterdag
ga ik gewoon de hele dag werken, vooruit werken. En dat ben ik eigenlijk de hele week al aan het doen. Ik doe niet echt veel interessants wat jullie nog niet hebben gezien. Dus ik wil jullie in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik zie jullie aankomende dinsdag weer met een nieuwe dinsdag. En dan heb ik hele leuke pruikjes gereviewd. Die liggen nu daar. Oh, daar zo. Dus, wordt hartstikke lachen. Tot de volgende keer. Dikke doei, ook van Dolly. Dag.